Het kan vriezen, het kan dooien. Ook deze winterperiode houden de ijsmeesters hun hart vast. Wordt het koud genoeg voor de tocht der tochten? Het is al bijna een kwart eeuw geleden dat de laatste Elfstedentocht is gereden. Dat is recordlang en met de huidige winters lijkt deze epische tocht der tochten verder weg dan ooit. Een beetje vorst is namelijk lang niet genoeg om tienduizenden schaatsers en toeschouwers tegelijk op het ijs te laten. Voor een goede Elfstedentocht moet je overal minimaal 15 centimeter dik ijs hebben. En om dat te bereiken moet het wel meezitten met het weer. 'S Nachts is strenge vorst nodig met minima van min 10 graden of kouder. De enige manier om het zo koud te krijgen in Nederland is als er een ijskoude wind staat vanuit Scandinavië of Rusland. Wanneer het begint te vriezen en er ijs begint te ontstaan, moet het niet al te hard waaien. Want als het hard waait, ontstaan er wakken in het ijs. Maar de ijsmeesters zijn soms ook al geholpen met een dik pak sneeuw. Of toch niet altijd? Als er net voor een vorstperiode een dik pak sneeuw is gevallen, dan is dat ideaal. Een dikke sneeuwlaag zorgt er namelijk voor dat het extra hard afkoelt. Maar als er al ijs ligt en er ligt sneeuw op het ijs, dan is dat juist funest. Sneeuw werkt namelijk als een soort dekentje en kou kan dan niet in het ijs dringen, waardoor het ijs aangroeit. Het is zelfs zo dat een sneeuwlaag ervoor kan zorgen dat het ijs een beetje smelt en dunner wordt. Weten of het ijs straks dik genoeg is op jouw locatie? Met de app van Weer Online blijf je altijd up-to-date.